We leven er gewoon mee, met de kaaienpalen. Ik woon hier vlakbij de straat, de stoep af. Dus vandaar vind ik het erg jammer. De kaaienpalen, ze staan er niet meer, want afgelopen zaterdagnacht werden ze volledig verwoest bij een eenzijdig ongeval. Maar ze zijn niet meer kapot, dus dat kan er niet meer gemaakt worden, denk ik. Ik verwacht van niet. Campinggasten van de nabijgelegen camping hoorden het ongeluk gebeuren en zijn samen met de beheerder gaan kijken. Rond 3 uur waren net het restaurant aan het afsluiten na een feestavond. En dat was een behoorlijke klap. De paar bewoners kwamen me ophalen van, heb je het ook gehoord? Dus in eerste instantie stond ik er niet bij stil. En toen werd ik opgehaald. En we zijn met de golfkar zijn we hierheen gereden. En toen stond hier een jongeman met zijn auto er bovenop geparkeerd. De jongeman is uitgestapt. En ik heb hem direct gevraagd of hij wat gedronken had. En gaf hij meteen antwoord op van, ja, ik heb wel wat gedronken. Dus toen heb ik de toedracht gevraagd. Maar ik had ook al meteen zoiets van, blijf uit die auto en blijf hier staan. Vroeg hij aan mij of ik de politie nog niet wilde bellen. Ik zeg, ja, dat gaan we niet doen. Ik zeg, je hebt gedronken. Ik zeg, je rijdt iets kapot. Ik zeg, acties hebben consequenties. Als het aan passanten en de buurt ligt, moeten de kaaienpalen zo snel mogelijk hersteld worden. Dit is 235 jaar oud en het is nogal een happening hier. Ik heb nogal wat trouwfoto's van mensen al binnengekregen toen ze nog heel waren. Dus ja, het heeft ook emotionele waarde hier in de buurt. De grenspalen, ook wel kaaienpalen genoemd, zijn van hardsteen en ze symboliseren de oude grens tussen het land van Heusden en het land van Altena. De oud-gemeente Aalburg en Boudrichem, Holland en Brabant. De palen zijn ongeveer in 2000 voor het laatst gerestaureerd door een werkendamse steenhouder, Nol Verhoef. De palen liggen nu tijdelijk op de gemeentewerf, wachtend op herstel.